Hoe ver ben je nu? 12 weken. Sinds gisteren. Spannend. Ja. De engste periode is voorbij. En weet je al wat het wordt? Nee, Sylvia denkt een meisje. En Mark denkt ook een meisje. En ik zelf durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik heb wel een gevoel. Is dat dan zo? Wat zei je? Op je foto, op de foto? Ja, dat is mijn oudste. Dat is... Wie wordt 30 juni wordt hij 4? Weer een grote jongen. En mag je hem dan zien? Ja, de 27e mag ik ze zien. Hoe gaat het met de kinderen? Ja, wel goed op zich, geloof ik. Ja, als van ouds. Helemaal goed, joh. Maar die jongens, die zie jij wel? Die zie jij... Eén keer in de 4 weken. Eén keer in de 4 weken. Anderhalf uur. Krijg je de kinderen mee? Nee, ik mag ze niet zonder begeleiding zien. Je mag ze niet zonder begeleiding? Ook niet zonder pleegouders. Oké. Ja. Weet je, Rianne, nu hebben we te maken met een nieuwe zwangerschap. En met een nieuwe partner. We hebben te maken met een Rianne die haar leven helemaal op de rails aan het zetten is. Ik moet je op een gegeven moment even overleggen na Veilig Thuis. Ik moet die melding doen. Dat is eigenlijk volgens het protocol zo. Overleggen wij die zwangeren die iets hebben meegemaakt in het verleden. Niet om allerlei dingen in gang te zetten, maar om gewoon even te melden van dat jij er bent. Maar nu is het even rustig. Ja. Maar straks komt ze weer. Ja, dan draait ze wel weer om. This is you. Ah. And this is... Ik denk deze. Mag dat? Ja. Geen romani dan. Sinaasappelsap? Nee? Zij vindt deze lekker. Cola, hè? Afghanistan goed, Taliban niet goed. Nee, Afghanistan is goed, maar de Taliban is niet goed. Nee, dat weet ik. Vertel, wie is dat? Vertel. Die mijn schoonvader. Hij is mijn vader. Dat is jouw schoonvader. Die... Mijn vader ook en mijn broer ook door daar in Kabul, Afghanistan. Door de Taliban? Ja. Oh. En Nepal jij ook? My father and my mother in Afghanistan dood. Die en broer my België. Oh, die zit in België. Ja. Waar kan je hier op klimmen? Ja.
Ga je, wat ga je? Oh, helemaal goed. Wat doe je dat goed? Ja, dat doe je goed. Dan doen we iets gek, hè? Dus we gaan het gewoon kijken. Mama, check. Tiny Pete, ik ga niet beter. Oh, schoenen aangereden. Die heb je maar al. Ja. Deze, hè? En de bak die staat open. Nou, mooi. Dit was de kamer. Ja, kamer nog. Ja. De voedingskussen ligt er nog. Zo was het toen, hij werd, toen ze weggingen. Ja. Ja. Ach ja, joh. Ja. Ik maak hier ook wel vaak schoon, omdat het anders heel muf gaat ruiken. Omdat er anders niemand is. En dan krijg je zo'n... Ja, zo'n muffe lucht krijg je. Ja. En ze zijn hier niet meer terug geweest? Nee. Nee. En ik moet zeggen, ik heb het nu gelaten voor wat het is. Want anders had ik wel een mooi racebed voor ze gehaald. En het kamertje wel veranderd. Maar nu heb ik zoiets van, nou, kan het maar beter zo laten. Ja. Ja, dat denk ik ook. En dan kan je het ze eventueel laten zien. Ja. En misschien hebben zij dan nog een herinnering, hè? Ja. Dat zou ook kunnen. Ik lig hier ook best wel vaak als ik me rot voel. Dan ga je even in het bed liggen. Ja, hier ga ik even ontladen. Ja. En lukt dat dan? Ja, meestal wel. Ik heb dan vaak een knuffel die ligt op mijn bed. En die neem ik dan mee. Dat was een aap. Hij moest altijd zijn aapjes mee hebben. En ja, die aapjes. Eentje is ook van die heb ik samen in een slaapzak gedaan. Met mijn favoriete kleedjes hebben ze aan. En dan lig ik daar wel eens mee te slapen. Ja. Dus dan ben ik toch niet helemaal alleen. Nee. Wil je de aap ook zien? Ja, tuurlijk. Graag. Ik wil de aap zien. Dit is de aap. En dit zijn de apen. Ja. Och, joh, mij toch. Daar lig ik altijd mee te slapen. En dan denk je aan de kinderen? Ja. Ach, mij toch. Ja. Ja. Ze ruiken alleen niet meer naar hun. Eerst nog wel. Ik kan soms ook helemaal gek worden van dat er niet wordt geleefd. En dat ik juist niet... Mama, mama, mama. Of geschreeuw of ander speelgoed waar je over stroffelt. Dat soort dingen wat mensen misschien niet kunnen voorstellen, dat mis ik gewoon. Mm-hmm. Er zijn heel veel begeleiders bij jou betrokken. Ja. Dus daar hebben wij mee te maken. Maar we hebben ook met het nu te maken. Ja. Met een nieuwe zwangerschap. En daar moeten we ons ook echt op richten. Ja, daar weten ze alleen nog niks van. Daar weten ze nog niks van. Nee. Want dat is eigenlijk van... Hoe had jij gedacht, hoe wil jij dat zelf vertellen? Of wanneer denk je dat te vertellen? Wat zijn jouw wensen, wat zijn jouw angsten? Ja, ik heb heel veel angst van hun, want ze hebben natuurlijk wel mijn kindjes afgenomen. Ja. En wat is je grootste angst dan, Rianne? Dat ze deze ook meteen meenemen. Dat ze deze weer meenemen. Je kan het beste zeggen, hè? Ja. Maar er is geen reden toe, hè? Nee, ik wil niet huilen. Nee, maar het is goed dat je dat zegt, joh. Want dat is de angst waar je zo mee leeft, hè? Ja. Ik heb misschien natuurlijk wel moeilijke momenten gehad. En ik heb fouten gemaakt. En dat heb ik ook toegegeven. Ik heb er ook hulp voor gezocht. Maar soms weet ik gewoon niet hoe ik rechters of zulke mensen kan overtuigen dat er wel iets goeds in zit. Ja, dat je een goede... Dat ik een goede moeder ben en dat ik heel goed voor ze kan zorgen. Ja. En zo ken ik jou ook, hè? Ik weet dat ik dat kan. Ja. En ik zou het ook niks liever willen. Annabel, heb je het kerstgevoel? Oh, ho, rustig, rustig. Niet als Jetke raket. Hier, heel rustig. Heel rustig, heel rustig, heel rustig. Heel rustig. Goed zo gedaan, wijfie. Prachtig. Doe maar. Doe maar. Pers is door. Kop Annabel, neem maar op lucht. Druk eens. Even. Kin op je borst. Nee, ik heb hem al. Kijk eens, pak je kind. Pak je kind. Pak je kind. Kijk eens wie hier komt. Oh. Kijk eens, schat. Ah, oh, wat een dingetje. Hé. Hey. En het huilt ook nog direct.
Kijk eens hier, lieverd. Het huilt ook nog direct. Hallo, wat is de tijd, jongens? Kijk eens, allemaal melk. Ik denk dat ze een beetje op je lijkt. Het is een goede mix tussen jullie. Dus ze heeft wel grote vingers. Grote ogen. Moet je kijken hoe ze kijkt. Ja, en ik ook. Gooi uit. Ik heb dikke wenkbrauwen. Hey, hoe heet dit wonder? We gaan rustig op pad, hè? We gaan even kijken wat er gebeurt. Ja. Laat het een beetje over je heen komen. Ja, precies. Proberen we ook zoveel mogelijk. Maar ja, goed, de stress natuurlijk van de zitting en dergelijke. Redelijk zenuwachtig, ik het dan wel. Waarom is zij nu, waarom zitten we in deze situatie op dit moment? Want ik was niet op de hoogte, niemand was eigenlijk op de hoogte. Wat is er gebeurd? Ja, goed, op een gegeven ogenblik hebben we dus samen met Mario, een collega van je, geregeld dat we hulpverlening konden krijgen. Dat ging op geen ogenblik gewoon mis. Door miscommunicatie onder andere. En dan blijkt dus dat ze dus naar de rechtbank gegaan zijn om dus een spoeduithuisplaatsing en OTS aan te vragen. Ze hadden er niet eens om gevraagd, dus ik zei ook al van, nou, zitten ze met een probleem. Ja. Ik zei al van, ik geef borstvoeding. Ja. En dan wordt er in één keer gezegd van, ja, hebben jullie ook nog een blik voeding of wat dan ook? Nou, ik kom hier liever niet als wel. Ik was na het notabene naar de winkel. Hij belde mij van dat ik met spoed naar huis moest komen omdat er blauw stond bij ons voor de deur. Ja. Blauw met politie? Ja, politie. En zo kwamen ze binnen met de handen bij de vuurwapens, de politieagenten. Toen ze die kleine kwamen meenemen. Ja. Maar... er is geen geweld. Je bent nooit... Nee. Geen geweld, geen drugs. Nee. Geen alcoholisme. Nee. Kunnen we nog meer hebben? We roken alleen. Ja. En af en toe drinken ze een keer. Jullie hebben nooit in de gevangenis gezeten. Nee, ik wel voor boetes dan, maar voor boetes. Het is niet echt... Okay. Maar geen geweld? Nee, ik helemaal niet. Ik ben ook voor de nooit in aanmerking geweest met politie of zo. Of met justitie, helemaal niks. Nee. Nou. Mooie boel. Zij wisten dat wij hier zouden komen. We hebben ons aangegeven. Ja. En dan komt er een meneer en die zegt... jij mag mee naar binnen, jij mag naar binnen, jij mag naar binnen. Wij krijgen niet eens tijd om Angelique en Geert te zeggen... van nou, wij mogen niet naar binnen. Nee. En dit is wat hun angst was, hè? Van het begin af aan, hè? Ook die argwaan, hè? Dat tegen mij in eerste instantie, hè? Dat uiteindelijk hetzelfde zou gebeuren als bij hun vorige kindje. Maar het gebeurt ook, hè? Ja. Maar zij zit nog, ze is aan het kolven. Ja, ze kolft nog. En daar schrok ik het meeste van. Ik denk, je gaat niet een baby weghalen bij een moeder die borstvoeding geeft. Hé, hey, Geert. Hi. Nou goed, in ieder geval, tot goed op, heeft hij al van 3 maanden bij gehandhaafd. Maar in verband met haar verleden, en met andere kinderen, hebben ze nou gewoon gezegd van... wij moeten dus nou kijken dat we kunnen werken met die instanties allemaal. Gaat dat allemaal goed, dan zit er een dikke kans in dat we ze na 3 maanden weer terugkrijgen. Want ze kwamen alleen maar aan op het feit dat hij gezegd had van... Angelique is er niet, met de kleine. Dat is het hele punt waar ze over vallen. Dat Angelique niet thuis was met de baby? Ja. Nee, dat geldt er voorbij natuurlijk. Ja. Maar deze kans heeft zij ook nog nooit eerder gehad, ook met die andere kinderen niet. Dus wij hebben zoiets, ze pakken het wel aan. Ja. Hoe ben je daaronder?
Ja, ja, het liefst natuurlijk dat die OTS, dat boeit me niet. Maar dat met die uithuisplaatsing, ja, daar ben ik er gewoon niet eigenlijk blij mee. Van dat ze dan nog voor de 3 maanden wat... Ja, goed, wat de rechter ook zegt, bij jou ligt een heel pakket aan verleden. Ook met die andere kinderen. Daaropheen doen ze dit. Ja, het is gewoon moeilijk. Och, en ik heb geen keus. Dus, Dat is wel hartstikke moeilijk, hè, voor jou. Ja, dat sowieso. Hè? Het ging zo goed, hè? Het ging zo goed, ja. Ja, het ging goed. Maar schooi je erop van dat vader dan agressief is en... Agressief bij de box, bij de kleine. Was jij agressief bij de box? Dat hun dan hadden gezien dat vader agressief was bij de box als de kleine begon te houden. Nou, dat klopt niet, want dat staat niet in het papier. Dat staat niet in dat ik agressief ben bij de box. Nee, maar dat maakte de raad er wel van. Maar goed, dat is niet waar, dus dat... Een broekzak dan van dit soort dingen. Dat is de baby. You two said I should be lying on my left like this. Yeah. Oh, but if I do like this, is it going to affect the baby? Like... Not at all. Oh. Not at all. So I'm only scared to sleep No, you can even turn a bit more, even. Like this? Yeah, that's no problem. So after here, where are we going? What now? Yeah. You want to go somewhere? Yes. Do you want to go? I have to kidnap you. Yeah, I have to go somewhere. It's really boring here. Let's go. Yeah. Where? Let's go. Where? Any place. Any place. But the water is not blue. Hmm? No, it's not blue. It's brown. Yeah. Well, in Amsterdam, it's not too cold. So cold? It's also cold. Yes. You know, Holland is so tiny, so small, so I think it hardly differs. But I like small country. I think it's the best. Yeah, why? Yeah, because it's not really difficult for the government to govern. Because in Nigeria, because it's so big, like our president can reach out to everybody. Mm-hmm. Yeah. Holland people, they don't oppress people. If they accuse you of anything, they eventually verify if you are really guilty or not, unlike our country. So I was just like, wow, I would like to live in such country. Het is nu 3 weken geleden? Zoiets. Zoiets toch? Ja. Ach, ik had deze net nieuw besteld bij bol.com. Dus ik was al maar net een paar dagen mee bezig met deze kolf. En toen werd ze die maandag dus toen boodschappen aan het halen was. Ja, dat zijn meegenomen. Ja. Ik heb hier allemaal flesjes. Ja, en in de vrieszakken. En nog allemaal flesjes. Hieronder heb ik ook nog allemaal. Daaronder ook nog allemaal. Ja, dat zit er ook nog. Ja. En kan je dat geven aan haar? Mag dat nu, aan de baby? Nee, mag nog steeds niet. Je mag, je mag geen moedermelk geven aan de baby? Nee. Er is al gevraagd of ze dat eventueel konden ophalen en erheen brengen, maar dat mocht niet. Dat mocht niet. Nee. En wanneer hebben jullie de baby voor het laatst gezien? Vorige week. Met een bezoek. Vorige week was dat, ja. We hebben gewoon in principe iedere week een bezoekregeling van een uur. Iedere week een uurtje zie je de baby? Ja. Mag je dan even alleen zijn met de baby? Nee, ze zit dan erbij. Ze zit er? Oké. Ja. De tijdelijke gezinsvoogd dan van haar, die zit erbij. En de pleegmoeder zit er dan ook bij. Zo. De tas maar gewoon dicht. Hoi.
We moeten nog langs nog een balie. Ik ga er even rechtsaf. Nou, dan leggen we hem maar onder de echo. Ja. Oh nee, stop hem erin hoor. Stop hem erin. Zo. Vreselijk dat hij niet hier gaat. Ze doet niks hoor. Hè? Ze doet niks. Maar hoeveel zijn we precies zwanger? Jij weet dat beter dan ik, denk ik. Ja, 22 weken en 4 dagen. Dan zijn wij echt over de helft. Ja. We moeten het hebben over het veilig thuis. Dat is belangrijk, dat ik daar een goede overdracht maak. Waar jullie het ook mee eens zijn. Jongens, jullie hebben nog steeds de zonnebril op. Ja, zal ik hem even afdoen? Zo. Mag ik jouw ogen niet zien, Mark? Ja, maar je ziet mijn ogen wel, toch? Ja, maar ja, nou, kijk nou. Een hele andere man. Ik heb die brief al geschreven. Nou, ik heb je omschreven hoe ik jou ken. Hè? En dat je altijd een liefhebbende relatie en een warmhartig gezin wilde hebben. Nou, dat je nu een goede relatie met Mark bent. Dat zijn dingetjes die ik allemaal kan omschrijven na Veilig Thuis. Sylvia moet dit doen, hè? Die melding maken bij Veilig Thuis. Ja, ik moet die melding doen. Dat is eigenlijk volgens het protocol zo. Maar ook voor de psycholoog. Dat wilde jij graag zelf, hè? Jij wilde heel graag zelf ook begeleid worden in deze zwangerschap door een psycholoog, psychiater. Ja. Ja, maar ze is misschien bang dat het allemaal weer in ons nadeel is. Dat ze weer omdraaien, net als dat ze nou met die andere twee kinderen gedaan hebben. Dat ze nu weer alles gaan verdraaien en het weer zien als een zorgmelding. En ik heb gewoon het liefst dat ze zich dus en het is ook meer dat ik gewoon die psycholoog wil. Om dan, nou ja, zometeen als er dan nog een kindje bij is, dat ik dan denk van ja, hoe ga ik dan om met het gemis van mijn andere kinderen? Maar hoe ga ik wel om met elke dag liefde geven voor dit kind? En hoe doe ik dat dan op momenten dat ik bijvoorbeeld, ja, aangeslagen ben? En hoe blijf ik rustig? Of ja, wat is het beste voor mijn kind? Dit zeg je heel erg mooi, Rianne. Ja. Moeilijk is dat, hè? Dus de nadruk natuurlijk deze zwangerschap. Deze zwangerschap. En? Gaat het? Ja. Oh, meid, ja, het is wel moeilijk, hè? Loopt de spanning zo op? Ja. Maar ja, die ging vandaag ook voor het eerst naar school. En daar zit ik ook de hele dag van mee. Dat mis ik natuurlijk ook. Al die mooie momenten. Dus ik was vandaag sowieso al niet zo happy. Nee. Ja, dan kijk ik nog tegen woensdag op, tegen die rechtszaak. Dat, nou ja, als die rechter eigenlijk niet nog een kans geeft voor een nieuw onderzoek. Ja, dat ik dan eigenlijk maar erbij neer moet leggen dat de kinderen niet meer terugkomen tot hun 18e of de 21ste. Nou, dan zijn ze ook al volwassen. Ja. Dus daarvoor, ik wil niet nog een kind op de wereld zetten ter beschikking van de staat. Ja. Daar ben ik geen moeder voor geworden. Nee, maar dat begrijp ik. Dus daar hebben we ook zoiets van, wat is wel belangrijk om te melden en wat niet. Want bijvoorbeeld wat zij net zegt, ze zegt het heel mooi. Ik denk dan bij mezelf weer van dat hun dan zometeen weer gaan roepen. Och, kijk, dat meisje weet nu niet hoe ze een kind op moet gaan voeden. Want ze zit met verdriet van een andere kind. En dat ze emotioneel onbeschikbaar is. Dus wij moeten maar weer ingrijpen. En dat ze dat dan allemaal weer zo gaan draaien. Dat zij weer niet in staat is. Of wij dan in dit geval. Om niet voor dat kind te kunnen zorgen. Want we zitten met te veel emotionele gevoelens wat betreft die andere kinderen. Ik heb zoiets meer van, meld het maar formeel. En voor de rest, ja, ze hebben mijn dossier. Ja. En hoe meer je ze voedt, hoe meer ze zou ik weer hebben. Ik begrijp dat je dat zegt. Maar weet je, het mooiste zou zijn als ze echt als deze instanties ook echt in gesprek gaan. Dat kan je dus niet van hun verwachten. Nee. Jullie gaan woensdag naar die rechtszaak toe. Jullie gaan met z'n tweeën. Hoe laat is het? 11:30, toch? Ja. 11:30. Ah, soms loopt het er zo uit, een kwartiertje. Maar ja, ik weet niet hoe lang dat duurt. Ja,
Er valt nou, niet zo lang. Aan de ene kant heb ik zoiets, er valt nogal wat te bespreken. Maar... Nee, het duurt meestal maar 5 of 10 minuten, zo'n rechtszaak. 5 tot 10 minuten? Ja, het loopt wel eens uit tot een kwartiertje, maar that's it. Geachte mevrouw, in het bijzijn van mijn cliënt hebben wij het volgende besproken. Zij is opnieuw zwanger, heeft een nieuwe relatie en is bewezen schoon van middelengebruik. Als verloskundige ben ik betrokken geweest bij haar 2 eerdere zwangerschappen en ken haar als een liefdevolle moeder. Wel zie ik hoe zij de hulpverlening als dreigend en onzorgvuldig ervaart en bang is dat ook dit kind haar ontnomen wordt. Nog steeds vecht zij voor hereniging met haar zoontjes. Zij hoopt dat de kinderrechter haar een tweede kans geeft. Er wordt van mij verwacht, gezien haar situatie, dat ik de zwangerschap bij u meld en extra zorg inzet. Maar het gaat nu goed met haar. En daarom breng ik u alleen op de hoogte van haar zwangerschap, maar wil nadrukkelijk geen zorgmelding doen. Autisme spectrum. Ja, en dat is mijn afdeling. Hoe staat het met eventueel een melding naar veilig thuis of niet? Hoe staan jullie daarin? Ik heb iets gelezen. Nou, het loopt voornamelijk vanwege Marijke, omdat Marijke dus mijn eerste dochter is. En ik en haar vader niet goed kunnen communiceren. Nee. Hij wil de hoofdverblijfplaats wijzigen. Vanuit daar zijn ook de hoofdverblijfplaats is bij? Mij. Jou. Oké. En hij wil graag dat naar veranderen hem. Naar hem toe. Oké. De Raad van Kinderbescherming is er ook bij betrokken, omdat ze ons wantrouwen. En wie is ze? Een van het gebiedsteam. Eén iemand van het gebiedsteam? Ja, mevrouw die heeft het niet op onze thuissituatie schijnbaar. En ondertussen, als je recht voor je neus staat en ze is in je huis... Oh, wat is je teenage, wat is je mooi, ja. Wat is je rustig. En dan later, ja, we vinden het heel zorgelijk, jullie thuissituatie. En dan zeg ik van, ja, wat is er dan zorgelijk? Want ik doe heel erg mijn best. En mijn hele hulpverlening eromheen, hele romslomst eromheen. Buiten gebied, Sinemom. Zegt het ook en ziet het ook. En rapporteert het zelfs zo naar mevrouw... En mevrouw... ziet dat dan niet. En daar lopen we tegenaan. Het is niet zozeer de hulpverlening zelf, want daar kunnen we prima mee. Alle tips en hints doen we ook wat mee. We vragen hun ook van, hey joh, we zijn zwanger. Wat kunnen we straks nou het beste doen? Marijke erbij, dat haar ook haar eigen beperking heeft. En, oké. Okay. Ja, welkom in de wondere wereld van stress. In de wondere wereld van stress. Maar wat wordt er dan gezegd? We hebben zo dadelijk met gewoon achterlijk gezegd. Zo, ja. Daar was ik zelf bij. Wat zei je? Zo hebben ze toch gewoon gezegd, je bent achterlijk. Je bent achterlijk? Ja, je bent achterlijk. Ik vind het gewoon niet kunnen. En vooral niet door een hulpverlener. Ja, gebiedsteam is natuurlijk de overkoepelorganisatie. Ja, nou ja, ik noem ze allemaal hulpverleners. Ze zijn allemaal hulpverleners, man. Ja. Dat doet er gewoon zeer. Hè? Dat doet me gewoon zeer, als ze dat zeggen. Hey, ik heb zelf een dochter. Ja, die heeft de kleine ook kwijt door kinderbescherming. Omdat mijn dochter heeft een achterstand van 4 jaar. Hè, maar ze heeft nooit een kind gehad, ze heeft nooit een kind leren opvoeden. Die wordt gewoon bij de geboorte pof weggehaald. Je kunt het niet opvoeden. Je kunt het niet opvoeden met die... ik snap het niet. Ik snap heel de wereld niet meer eigenlijk. Maar waarom niet? Ze kan het niet opvoeden. Daar is ze niet goed genoeg voor. Daarom zijn wij ook zo fel als mensen het zeggen, net zoals deze twee, dat ze te dom zijn om een kind op te voeden. Waarom? Maar hoe oud is Marijke? Die is... 6. En ze beginnen sinds dat ze met hem gaat. Ja.
Dus wacht even, jij kan een kind opvoeden, Marijke. Ja. En nou komt Melvin erbij. En dan kan ik het niet meer. Dan heb ik hulp nodig. Met die vrouw wil het kind weg gaan laten halen. Wat zei je nou? Het ongeboren kind weg laten halen. Bij de doorveilig thuis. Yeah. Ja. Het ongeboren kind weg te halen? Ja, als het daar het geval is. Ja. En dat is de stress waar jullie... Ja. Dit is nu de stress waar jullie bloot aan staan. Dat jullie zitten hier. Ja. En eigenlijk komt nu naar buiten. Van, je bent 20 weken zwanger. Zo wordt het jou verteld door een medewerker. En dan ben je ook nog autistisch. Nee. Ik heb letterlijk stage gelopen met kleuters. Een didactische en pedagogische achtergrond heb ik meegekregen. Ik heb een klas van meer dan 20 kinderen kunnen onderhouden. Okay. En dan kan ik mijn eigen kind niet opvoeden? Ben ik te achtelijk ervoor? Nee. Goedemorgen, middag. Ja, goedemiddag, Harry, met Sylvia van Kospot, verloskundige uit Harlingen. Ik bel jou even, want ik begeleid heel veel zwangeren... Ja. ...die te maken hebben met uithuisplaatsing. Ik heb erg getwijfeld over de verhalen die zij me vertelden. Van, is dat wel waar? En is dat niet te gekleurd of te eenzijdig? Maar jouw artikelen lezend zijn er ontzettend veel overeenkomsten. Ja. Ja, ik moet je zeggen, ik herken daar heel veel in. En ik vind het echt een rampzalige situatie. Is het ook. Het is schering en inslag. Maar de wet wordt aan alle kanten overtreden, ook door rechters. Dus ja, het enige is per dossier gewoon ingrijpen... Zichtbaar maken. Dat is het enige wat je kunt doen. Het is een enorm pakket. Er staat heel veel in. Het is heel erg aangrijpend om te lezen wat er met jullie kan gebeuren. Ja. Jouw eerste dochter is... He, want het verleden komt, je wordt alle achterhaald door het verleden. Jouw eerste dochtertje heb je op basis van je leeftijd. Heb je afgestaan? Ik was zelf nog minderjarig. Ik zat zelf nog op school. Ik had geen inkomsten. Ik had geen woning. Maar waarom zijn die andere kindjes uit huis geplaatst dan? Want dat haal ik hier niet uit. Ze betrekken dus mijn oudste dochter erbij. Omdat ik dus daar niet zelf voor kon zorgen destijds. Okay. En dan gaan hun ervan uit dat ik dus voor die anderen ook niet kon zorgen. Wanneer zijn de kinderen uit huis geplaatst dan? Eigenlijk vlak na de geboorte. Altijd na de geboorte? De allereerste keer met mijn oudste zoon. Ik lag daar gewoon nog na te komen eigenlijk van de bevalling. En mijn zusje was op kraamvisite. En in één keer staat er in één keer politie in burgerkleding. Het hele ziekenhuis afgezet bij alle uitgangen. En zonder dat ik het dus wist, hadden ze mijn kind al meegenomen. Ik heb geen afscheid, niks van hem kunnen nemen. En wie heeft jou toen bijgestaan? Niemand. Waar heb jij hulp van gekregen? Niemand. Van wie? Niemand. Hoe bedoel je niemand? Ik moest het er maar mee doen. Maar wie zegt tegen jou dat je daarmee moet doen? Er is toch iemand die met jou gaat praten? Nee. Hoe ben je toen naar huis gegaan dan? Gewoon met de bus. Met openbaar vervoer. Met een lege maxicoosje, met openbaar vervoer, ben ik weer naar huis gegaan. En dan kom je thuis. Wanneer heb je je kindje weer kunnen zien? Dat heeft vrij lang geduurd. En wat is lang? Een aantal maanden. En precies hetzelfde is dus met onze oudste dochter ook gebeurd. Die is geboren en een dag later stonden ze op een stoep met een papier van die kleine gaat niet mee naar huis. Die wordt meegenomen. En klaar, punt. Maar er staat in van je zou dan niet leerbaar zijn. Er staat ook verstandelijke beperking. Dat staat erin. Wie heeft dat vastgesteld? Een verstandelijke beperking? Als jij het weet, weet ik het ook. Het wordt gewoon opgelegd. Maar er is nooit een IQ-test gedaan? Nee. Oké, ik ben misschien niet goed in leren geweest, maar dat was alleen maar met rekenen. Maar ja, wie is dat tegenwoordig wel? Ja, nou ja, goed. Ja.
Want ja, als ik een beperking had gehad, had ik ook gewoon niet zelfstandig kunnen wonen. Dan had ik er ook hulp bij moeten hebben of wat dan ook. En dat heb ik ook niet. Dan komen we bij jou, bij je agressie. Ja, goed, kijk, ik weet van mezelf dat ik veel kan reageren op bepaalde situaties. Maar ja, goed, het is wel een beetje aan hoe ligt die situatie. Kijk, ik heb met de vorige ook meegemaakt, tegen rechtszaken en alles erbij gehad, gehad. Constant proberen overleggen met de instanties. Nou, dan wordt dat kind uit huis geplaatst. Probeer bezoekregelingen te krijgen. Je krijgt gewoon geen gehoor. Je moet maar dingen doen die hun willen. Dan snap ik dat op zekere hoogte. Ja, maar goed, als ik dan op een bezoekregeling kom en we mogen die kleine niet eens bijthouden, het moet maar bij de pleegmoeder op school blijven zitten. Wat moet ik dan in vredesnaam op een bezoekregeling, als ik dan niks met die kleine kan doen? Nee, we moeten daar ben ik tegen ingegaan. En ik zeg tegen hem, hier ga ik niet mee akkoord. Ja, dat is gebeurd, want dan zie je dat kind gewoon 2,5 jaar niet. Bijna 3 jaar al. Ja. Ja, dan heb ik zoiets van, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Ja, heb je nou zoveel macht, heb je nou zo'n grote machtspositie om de ouders zo in het nauw te drukken, dat je gewoon geen andere keus laat om op die manier te reageren? Ja, en met woorden? Nou ja, goed, kijk. Ja, fel. Ja, tuurlijk. Maar daartegenin, ik lees verderop dat jullie het zo ontzettend goed doen. Ja. Ja. Heel erg goed doen en dat daar ook, dat staat ook gerapporteerd. Ja. We verzorgen de baby goed, de sfeer is goed, de dag- en nachtritme is goed. Je vraagt advies, ja. Dat staat er ook allemaal. Dat ze willen beweren dat we dat niet aan willen nemen. Daarom zeg ik, het hele dossier, dat spreekt zich tegen. Hey Rihanna, hoe is het met jou? Wat is de uitslag van de rechtbank? Die is niet positief. De rechter is wel van mening dat het allemaal wel heel goed gaat. Maar dat het te belastend voor de kinderen zou zijn om nu een terugplaatsing te heroverwegen. En wat betekent dat precies? Ja, dat we een 18e weg zijn, minstens. Ja, als een kind te gehecht is aan een pleeggezin, dat een pleeggezin eigenlijk voorrang heeft op een biologische ouders / familie. Hoe ben jij hier op dit moment nu onder? Ja, ik heb het er wel heel erg moeilijk mee. En we kregen net ook al post dat de Raad van de Kinderbescherming die gaat contact opnemen om een onderzoek te openen. Een onderzoek te openen naar? Naar ons ongeboren kind. De Raad van Kinderbescherming gaat een onderzoek doen naar het ongeboren kind. Op verzoek van de gezinsvoogde. Het punt is, dat is het psychologische element dat erin zit. De rechter heeft gesproken. De rechter heeft eigenlijk gezegd, mevrouw, u bent geen goede opvoeder. Ja. Als het perspectief naar huis terug is afgesloten, dan zegt de rechter eigenlijk, mevrouw, u wordt nooit een goede opvoeder. Anders zouden de kinderen wel teruggeplaatst worden naar huis. Ja. Nou, in dat kader kan de gezinsvoogd geen kant op, want moeder is geen goede opvoeder. Dus welk kind er ook komt, al worden er 10 geboren, die horen niet bij een niet goede opvoeder thuis, die moeten weg daar. Want als je moet toegeven dat moeder inmiddels veranderd is, hè, zich ontwikkeld heeft, betere opvoedingswaardigheden heeft gekregen, et cetera. Als je dat moet vaststellen en dat dus het babytje daar veilig is, is er maar één weg terug voor die andere kinderen, dat is naar huis. Ja, ja. Dat dacht ik. Maar zo werkt het dus niet.
Want dan komt het verhaal van kinderen zijn zeer gehecht geraakt aan de pleegouders. En dat, het hechtingsverhaal is ook zo'n mantra van de eerste orde. Terwijl ze wel kinderen uit huis plaatsen die 4, 5 jaar zijn, die gehecht zijn aan de ouders. En dan kunnen ze wel hecht in het pleeggezin, maar omgekeerd kan dat kennelijk niet. Een jaar of 20 geleden ben ik in aanraking gekomen met de jeugdzorgkant. Ik ben pedagoog van huis uit. Ik zit nu 20 jaar ben ik zo bezig met het geheel. En in de hele keten van melding tot en met de gecertificeerde instellingen er tegenwoordig. Ja, hè, dus ja. Het HBO jeugdzorg. GI, ja. Is het mis? Is het echt mis? Ik denk dat 60% van de kinderen ten onrechte of uit huis geplaatst is of ten onrechte een OTS heeft. Wat ik dus recent heb meegemaakt is eigenlijk dat ik een moeder had waarbij ik dacht van nou, ik moet Veilig Thuis behoor ik protocolair te informeren. Dus ik belde met Veilig Thuis en ik zei van ja, het protocol zegt dat ik dit moet melden. Maar ik maak me geen zorgen. Maar wat moet je dan melden? In dit verband? Dat deze vrouw dus weer zwanger is. En ik belde met Veilig Thuis ter kennisgeving. En dat kon niet. Toen zeiden ze, je moet een zorgmelding maken. Ik zei, maar ik wil helemaal geen zorgmelding, want dan maak ik me zorgen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan we langskomen. Ja, klopt. Toen zei ik, ja, maar dat hoeft niet. Het gaat goed met deze vrouw. Ik wil dat niet. Ik wil het gewoon ter kennis geven. Nou, dat kan niet. En je bent verplicht een zorgmelding te doen. Maar de hele keten, Sylvia, is een schakel van de ene onbenulligheid naar de andere. Het begint bij een melding. Nou goed, jij moet een zorgmelding doen, maar ook heel veel meldingen zijn vals. Dan vervolgens komt Veilig Thuis. Nou, dan zeggen ze vervolgens, nou, we moeten thuis gaan praten. Ja, ja. En dan heet dat dan onderzoek, wat ze zeggen, maar het is natuurlijk geen onderzoek. Kijk, als pedagoog ben ik opgeleid in het doen van onderzoek. In opvoedingssituaties. De kunst is toch om, als je iets waarneemt in een situatie, om dat feitelijk waar te nemen en niet daar je gedachten over te laten gaan. En dat is waar precies waar steeds misgaat bij jeugdzorg. Het barst van de interpretaties, van de eigen ideeën over de situatie. Maar de situatie zelf wordt niet beschreven, feitelijk. En ze komen dus allemaal binnen met beelden over opvoeding. Vanuit hun eigen opvoeding en niet vanuit empirisch onderzoek op pedagogisch gebied. Dus dan zijn we het allemaal op. Ze gaan jou bellen als informant. Dan mag je, dan kom je ook in het rapport. Ja. Dan komt er weer een heel rapport met subjectieve percepties van mensen. En nog steeds is dat niet wat bedoeld wordt met de wet, namelijk feitelijke onderbouwing van zaken. En dan, dan zegt de raad tegen de rechter, beschermingsmaatregel. Dan zit de rechter in de schakel. De pedagogische is de grootste onbenul. Want daar is hij niet voor opgeleid. Hij moet toetsen, maar hij wordt slecht gevoed, want hij heeft geen goede voeding met die rapporten. Dus wat moet hij? Wat moet hij? Kan geen kant op? Nou ja, wat moet hij? Die rechter zou moeten zeggen, de rapportage klopt niet. Want als ik dit lees. Maar dan moet de rechter daarvoor opgeleid zijn. Om rapporten kritisch te doorvragen. Maar ik denk dat een rechter dat kan. Zou moeten kunnen. Of zou moeten kunnen. En er zijn erbij die dat heel goed doen. Ik weet in Amsterdam dat de raad regelmatig wordt teruggestuurd naar huis. Maak het maar over, dit rapport, dat deugt niet. Maar dan moet je hier niet in Friesland komen. Gaat het een beetje? Ja. Nee. Gewoon niet leuk, weet je wel, om erover te praten.
Nee, dat is heftig, hè? Ja. Vanaf school. Ja. Klopt dat? Ja. Wat ik zeg. Werden ineens de kinderen opgehaald? Ja. Dat in het bijzijn van alle andere kinderen? Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, ze zijn zo uit de klas weggehaald. Ze zijn uit de klas weggehaald? Ja, de directeur wist een half uur van tevoren dat ze van school al werden gehaald. En de school was dichtbij mijn huis. En ik denk in één keer, wat een commotie allemaal. Dus ik kijk, want ik ben nieuwsgierig. En zo zie ik in één keer mijn politieagent onder de arm. En die schreeuwt om mij. Dus wat doe ik? Ik ren erheen. Ik trap mijn slippers uit. En ik ren erheen. Nou, en zo ondertussen wordt mijn zoon dus al in de auto gezet. Nou, de deur wordt dicht gedaan. Ik ben wat weggereden. Ik kom twee vrouwen aanlopen van in de 20. Nou, die staan maar niet te woord. Ze zei, je kinderen worden naar het politiebureau gebracht. En ik zei, nu dan? Ik zei, waar gaan ze heen? Ja, ze gaan naar het politiebureau. En wanneer is dit gebeurd precies? 4 jaar terug. Toen Lin een jaar was, hij had me toen mishandeld. En toen had ik zoiets van, nou, dit wil ik niet. Wie had jou mishandeld? Mijn ex, ja. Ja, waar mijn kapster toen op dat moment bij was. En toen had ik zoiets van, nou, dit wil ik niet. Ik stop de relatie. Nou, en ik breng Lin naar de peuterszaal. En in één keer fietst mijn schoonvader erbij. En die roept in één keer, OTS, OTS. Nou, ik denk, wat is een vredesnaam OTS, weet je wel? Dus ik ben er ook niet op ingegaan. Maar thuis ben ik gaan zoeken wat OTS... Nou, dat houdt dus in onder toezichtstelling. Ja. Nou, en daar waren ze dus mee bezig om dat zover te krijgen. Nou, vanaf toen... begon het allemaal met anonieme meldingen. Nou, moeder leidt een borderline, moeder leidt een persoonlijkheidsstoornissen. En dat is een anonieme melding? Ja. Maar er is geen onderzoek naar gedaan? Niet vanuit hun, nee. Dus ik heb zelf een onderzoek aangevraagd dus bij de dokter. Omdat er maar van alles over mij gezegd wordt. En daaruit is voortgekomen dat ik dat niet heb. Maar ja, dan leg ik dat neer bij hun. Maar het wordt niet uit de stukken gehaald, niet. Maar waarom niet? Geven ze daar een reden toe? Waarom niet? Nee. Dus het staat nog steeds in de stukken. Moeder heeft borderline, moeder heeft persoonlijkheidsstoornissen. Omdat één iemand roept het en hun nemen het over. En 4 weken voordat mijn kinderen in het huis geplaatst zijn... lag ik s'avonds al op bed. En dan stond er 9:15 stond er in één keer politie voor de deur. En één van jeugdzorg... Dus ze belde me aan en ik denk, nou, wat raar, wie belt er s'avonds zo laat nog aan? En ik kijk uit het raam, dan zie ik politie staan en jeugdzorg. Dus ik zei ook al van, ik kleed me even aan, dan kom ik naar beneden toe. Mm-hmm. Dus ik naar beneden toe, ik zei zo en zo, ik zei, wat is er aan de hand? Nou, we zeiden van, we hebben een melding gehad... dat ik op dat moment dus zwaar onder invloed moest staan van drank en drugs. En dat mijn huis zwaar verwaarloosd was. Nou, ik zei, kom maar even binnen... He, ik zei, dus dan heb ik diegene van jeugdzorg, heb ik toen naar boven gestuurd. Die hebben bij mijn kinderen gekeken. Heb ik bij de politie aangegeven van, nou ja, ik zou graag willen dat ik nou op dit moment dan ook een drugstest zou kunnen doen. Maar de kinderen sliepen, of niet? Ja. Okay. Ja, nou ja, er was dus ook niks mee aan de hand, niet. En die politieagent zei ook van, ik snap niet wat wij hier doen, niet. Want je kan hier van de grond af eten, om het zomaar te zeggen. Ja. Nou, die poging is dus mislukt. En toen... Ik had net de gezinsvoogd, het was net 2 dagen mijn gezinsvoogd. En ze had mij opgebeld. Dat was het, moet ik het wel goed vertellen. Ze had mij opgebeld van Ramona. Ik wil dat je dinsdag op gesprek komt in Sneek. Ik zei sorry, maar ik zei, dit is te kort dag. Ik kan het niet regelen met mijn werk niet. Nou ja, dan zie je wel wat er gaat gebeuren. Ik zei, nou, we kunnen een andere afspraak plannen. Nee, wou ze niet aan. Nou ja, 2 dagen later waren mijn kinderen weg. Zijn er rechtszittingen geweest? Ja. Hoe is dat gegaan? Je wint het niet van jeugdzorgen. Nee. Ik ben er ook mee opgehouden. Met die rechtszaken. Want het kost me gewoon te veel energie. En ik krijg overal nee op. Terwijl mijn advocaat het ook niet snapt. Ze verzinnen elke keer weer wat. Nou is het zo van... je kinderen zijn nu gehecht in een pleeggezin. Hè? Je krijgt ze niet tot hun 18e. Want dan trekken ze uit hun vertrouwde omgeving weg. Terwijl de kinderen zelf aangeven dat ze naar huis willen. Maar er wordt niks mee gedaan. Ja.
Het zijn 9 van de 10 keer zijn het, nou ja, ik noem het dan meisjes van 20, 21 jaar. Nou, die dan tegen Hobie al gaan zitten met hun handen om elkaar heen. Van, nou ja, je kan je verhaal vertellen, maar we doen er toch niks mee. Nou, en daar moet je dan serieus een gesprek mee aangaan. Nou ja, dat lukt niet. Kijk, jij bent nu nieuw. Er is een nieuwe zwangerschap, een nieuwe partner. Het is volstrekt vertrouwen, dit. Ja, ik ben bang. Mag gerust weten, van doe ik hier wel goed aan. Mm-hmm. Om het überhaupt door te zetten. Want ik wil dit niet nog een keer meemaken. Nee. Dat overleef ik niet. Weet je wat het is voor de buitenwereld ook? Je doet altijd lachen. Het gaat goed met je, weet je wel? Nee, dat gaat niet goed, hè? Nee, maar dat kan ook niet, hè? Als je 3 kinderen weg zijn, dan kan het toch niet goed met je gaan? Nee. Wij zeggen wel eens, de melding is veel te laat gedaan, want dan gaat de moeder al bijna bevallen. En dat is een heel moeilijk moment om dan met elkaar met deze moeder aan de slag te gaan. Want die hormonen gieren door het lijf, de spanning voor de bevalling en je wil daar ook rust in hebben. Op het moment dat, stel je hebt zorgen over een baby en een moeder en je denkt hier... Het voelt hier niet goed, maar ik kan het niet hard maken. Dan zeggen wij al, ga bellen en ga ze overleggen wat je ziet en wat je voelt. Dat je iets doet met je onderbuikgevoel. Dus om het toch ook hardop door te spreken, zonder meteen allemaal namen te noemen en iedereen gemeld te hebben. Van, goh, dit is wat ik zie. Maar een onderbuikgevoel, daar ga ik dan al, begin ik wat te wankelen als zorgverlener. Een onderbuikgevoel. Ja, maar als we samen uitkomen op het doen van een melding, is er uiteindelijk wel veel meer aan de hand dan alleen een onderbuikgevoel. Ja. En dan beoordelen we of we die melding direct al gaan overdragen aan de hulpverlening. Bijvoorbeeld gebiedsteams, die zijn voor ons hele belangrijke partners, waaraan wij meldingen ook mogen overdragen. Of zeggen we, de ernst is dermate dat we toch vinden dat wij als Veilig Thuis zelf ook in contact willen met deze moeder. Ja. Veilig Thuis is natuurlijk ook wel eens in het nieuws met dat wij ons werk niet goed doen. Ja. Of Veilig Thuis haalt alleen maar de kinderen uit huis. Of, nou, als je dan naar de feiten kijkt. A, wij halen geen kinderen uit huis. Dat doet de Raad van de Kinderbescherming met de rechter. Ja. Maar het is maar echt in de hele range aan meldingen. En dat zijn er echt meer dan 3000. Is het misschien maar een fractie waarin wij vinden van oei, we willen dat de rechter en de raad gaat toetsen of het veilig genoeg is voor de kinderen thuis. Ik zie dus dat het meer en meer komt. En doordat vrouwen aanhoudend zeggen, wacht even, dit is niet waar. Ik heb het over anonieme meldingen. Dat maak ik echt eigenlijk heel veel mee. Begrijp je dat mensen dat gaan doen omdat er allerlei toestanden in die families anoniem, wat wel serieus wordt opgenomen, de dreiging komt weer. Dan komen er rechtszittingen om te kijken of dit kindje dan wel mag blijven of niet. Of ook uit huis. En dan... Een uithuisplaatsing, dat is ook het laatste eigenlijk wat je doet. Mm-hmm. Want je komt aan het liefste goed van deze ouders. En deze ouders die hebben de kinderen gekregen om ze liefdevol op te voeden. En om ze een goede toekomst te geven. En door omstandigheden, hè, of wat voor reden dan maar, lukt het niet, gaat het niet, wil het niet. En is er een besluit gevallen, en dat is niet over één nacht ijs. Wordt er altijd ingezet op het herenigen van de moeder- en kindband? Wordt daar altijd op ingezet? Dat is wel het uitgangspunt, zeker. Dat is echt het uitgangspunt. Ja, want dat is interessant. Mijn ervaring is dus anders. Ik ken toch een aantal moeders en vaders die enorm vechten om maar herenigd te worden met hun kind. En dat lukt maar niet. Ja. En dat is dan ook... Terwijl ze uit huis geplaatst zijn. Ja, ze zijn uit huis geplaatst. Ja. En dat heeft dan vaak te maken met problematiek, maar ook onder andere fouten, rapportages en misverstanden. Het zou niet mogen kunnen, maar het is er wel. Het is er echt. Dat een vrouw bijvoorbeeld moeilijk leerbaar was,
En uiteindelijk had ze een verstandelijke beperking. Mm-hmm. En daarop zijn haar kinderen uit huis gehaald. Ja. Maar zij is nooit gediagnosticeerd. Dan ben ik heel benieuwd, hè? Want je bent enorm betrokken en enorm bevlogen voor je vak. Ja. Zijn wij overigens ook. Ja. Dat roepen we hier ook 100.000 keer. Kan maar je neemt anders. Heel veel taken op je, als ik dat dan hoor. Klopt dat? Of is dat, vind je ook echt dat dat tot jouw vak behoort? Dit hoort echt tot mijn vak. Want mijn vak is verschillend. Maar... Ja, dat zie je. Dat zien mensen verschillend. Ik heb zorg te dragen voor moeder en kind. En alles is van invloed op de groei van het kind. Ja. Maar jij gaat ver, hoor. Ik vind het wel ook heel mooi wat je doet. Maar ik vind het ook spannend. Hoezo? Nou, omdat jij als kinderen al uit huis geplaatst zijn... dat je dan nog heel lang in de begeleiding van moeder blijft. Of begrijp ik dat verkeerd? Dat begrijp je verkeerd. Oké. Ja. Ze worden weer opnieuw zwanger. Ja, er is hun onrecht aangedaan en ze kiezen. En dat vind ik zo bewonderenswaardig. Hoe zij het ervaren. Ja, als je fout gerapporteerd wordt, dan weet je... en dat wordt dan uiteindelijk staat het te lezen... dan is dat gewoon incorrect en dat is gewoon gebeurd. Dat probeer ik te zeggen. Ik zeg, het is incorrect. Oké, ik lees het hier ook. Er is geen onderzoek gedaan. Nou moeten we rust bewaren en het vertrouwen bewaren. Want jij bent wel weer opnieuw zwanger. Ja, maar ook dit kind ga ik verliezen, zeggen ze dan, op basis hiervan. Dat moeten we, hè? En wat ga ik dan doen als verloskundige? Hoe is het? Goed vandaag, positief, ja. Wel positief? Ja. Wij weten volgende week zij die rechter beslissing nemen. Volgende week gaat die beslissing nemen. En die raad ook van kijken. Ja, de raad van de kinderbescherming gaat verder onderzoek. Ja, onderzoek doen. Kom lekker zitten. Ja, het is toch wat, hè? Allemaal Afghanistan, niet goed, Nederland, goed, geld. Nou, het niet. Gewoon ook niet. Basta, Rudy. Ik heb naar hem wat jullie gaan. Met oma, met broer, met family, met kinderen. Niet kinderen. Nee. Weten jullie waar Bani en Rouhani zijn? Nee, weet ik niet. Je weet niet waar ze zijn? Nee. Waarom, jij bent bevallen? Wat is er gebeurd? Ze zeggen, mijn vorige woning was niet goed. Niet genoeg, heb je wel gezien. Veel spullen en geen ruimte. Jeugdzorg, thuis kijken voor die kinderen. Zij heeft melding gemaakt. Daarom heb ik gezegd, jullie moeten daar wonen. Tijdelijk. Wat huis was niet goed? Ja, geen ruimte. Klein huisje. Maar het is een baby. Tijdelijk in een andere woning. Als je in een andere woning, dan komen die kinderen thuis. Daarom heb ik gezegd, goed, als tijdelijk daar wonen, wij zoeken een andere woning. En u zegt, kan niet veilig kinderen thuis. Dat begrijp ik niet. Ja, maar je zat ook 7 maanden, zaten zij 7 maanden, ik 2 maanden. Ja. En jij 2 maanden in de observatie? En zij 7 maanden. Hoe was het daar? Niet goed. Daarom heb ik gezegd, ik ga naar huis. En wat vond je niet goed, Harlok, daar? Altijd mensen aan jou kijken, als je doet, als je zit, als je slapen. Als je toest, wij doen het als best, maar ze zeggen, jullie niet goed gedaan. Die niet misschien houden, jullie laten de baby vallen of dan haar niet tillen. Ja, je mocht de baby niet tillen, nee. Waarom niet? Alleen ze denken, jullie niet kinderen niet laten vallen op grond. Vallen. Zo. Waarom? Ik weet het ook niet. Daarom ik gek worden en ik ga zeggen, ik ga naar huis en ze me melden maken bij de kinderarts. Jullie gaan weg, kinderen niet. En je moest de kinderen daar laten? De politie ook gekomen. De politie is ook gekomen? Ja. Dan ik vraag en daarna niet thuis. Als jullie niet rustig gaan, de politie helpen jou weg te brengen. Naar te sturen. Thuis. Maar je bent geen ruzie maken en rustig thuis gekomen. Weet je, ik vind het echt
heel erg wat hier gebeurt. Tegen haar wil is moeder hormonaal ingeënt. Opdat zij niet zwanger zal raken. Tegen jouw wil heb jij een hormooninjectie gehad. Dat vind ik nogal wat. Ja. Dat vind ik wel wat. Want dat kan natuurlijk niet. Je kan, daar gaan jullie zelf over. Ja. Jullie mochten ook niet bij elkaar op de kamer slapen. Ja. Hè? Ja. Maar je hebt nooit deze dingen gemaakt in Afghanistan ook nooit. Als iemand komt en jouw kinderen weghalen. Wij hebben nu alles, maar kinderen niet. Nee. Mooie woning, alles, maar geen kinderen. Oh, mij toch. Dat heb je mooi. Hebben jullie mooi gedaan. En hebben jullie dit ook zo geschilderd? Ja. Ja. In deze kleuren? Ja, mijn Rouhani-kamer. Ja, morgen telefoon. Mama, mijn kamer. Mama, oma, mijn kamer. Ja, bellen. Ja, telefoon. Ja, mooie kamer. Levens worden gewoon geruïneerd. Echt geruïneerd. De schade die die kinderen oplopen. De wijze, zoals, ze hebben niet eens afscheid kunnen nemen, Tarlo. Meneer Baan, niet eens afscheid kunnen nemen. Als je 7 maanden in observatie zit. Ja. En er is nu zelfs sprake dat ze misschien toch nog wat langer in observatie zouden moeten. Wat valt er te observeren als je niet weet, als je fout rapporteert? Mm-hmm. Als de waarheid niet naar boven komt? En als mensen uiteindelijk zeggen, ik kan dit niet meer aan, ik wil naar huis. En dat dan de indicatie gesteld wordt van nu werken ze niet meer mee. Nu is er een onveilige situatie voor de kinderen. Gaat u maar naar huis, de kinderen gaan naar een pleeggezin. En kom bij de rechter, ze zitten bij de rechter. En de instelling heeft het niet aangeleverd. Het wordt nog aangeleverd. Volgende week krijgen deze meef de rechter dan alle papieren paraat. Het is niet wat er geschreven wordt, weten we niet. Dat... Maar ik weet al hoe laat het is. En deze mensen zitten thuis dag 1, dag 2. Elke dag is een dag te lang. En ze bellen mij op, want ze zijn op de hoogte. Er is ook seksueel misbruik bij pleeggezinnen, toch? Ze bellen mij op. Gaat het wel goed met de kinderen? Waar zijn ze? We weten niet waar ze zijn. Hebben ze mogen bellen al? Of? Ze hebben even mogen bellen. En volgende week mogen ze weer bellen. En het is niet het eerste gezin. Er zijn zoveel gezinnen. Ik doe vanochtend een intake hier. Met Ramona doe ik een intake. Zelfde patronen. Ja, het is aan de lopende band nu. En ik voel alleen maar 1 grote beperking. Ook ik kan geen fluit doen. Nee, er zitten kinderen van 21, 22, 23, 24 jaar gemiddelde leeftijd. Die denken van, oh, moet ik ermee? Nou, ik weet het niet. Dan ga ik hier, heb ik een mooie zin gehad in de rapportage. Dat was bij mevrouw X. Nou, dat past die zin, pak ik, ga het naar mevrouw Y. En dan gaan we overal naartoe. Ja, we zien overal dezelfde zinnen. Dat sterker nog, komen nog namen van andere vrouwen in het dossier. Van het knipplakwerk. Maar er staat wel overal verstandelijk beperkt. Verstandelijk beperkt. Verstandelijk beperkt. Nog meer verstandelijk beperkt. Oefelijk, ja. En dan is er een slimmerd die denkt, wacht even. Mogelijk verstandelijk beperkt. En ze wordt aldoor maar weer zwanger. En dan zeggen we, ja, had niet zwanger mogen worden, toch? Huppakee, bij Neerpal. Injectie erin. Jij mag niet zwanger worden. Het kan helemaal niet. Het zijn oorlogse praktijken. Zijn we helemaal stapelgek van de pot gerukt om dat te doen? Kan toch niet? Zij wil niet. Nee, maar als je het niet doet, wordt je kindje ontnomen. Nou, ik zou diegene graag willen spreken. Wat haalt dat in het hoofd? Wat gebeurt er in het hoofd? Om zo te denken. En dan kunnen wij als verloskundigen zeggen van, nou, oké, weet je, maar, niet ons terrein. Het is niet ons terrein.
En die gynaecologen zeggen, ja, het is niet ons terrein, het is voor de verloskundige. Verloskundigen zeggen, nou, gynaecoloog, ja, gynaecoloog is terrein. Het is niet ons terrein. Het is allemaal niet ons terrein. Potverdrie, man, waar zijn we in beland hier? Ja. Dit is een filmpje, Sylvia, van een uithuisplaatsing met een heleboel gedonder. Het kind wordt ook gewoon uit de handen van de moeder getrokken. Je hoort het kind ook schreeuwen. Maar dit is iemand anders. Ja. Heb jij dit zelf, hoe heb je dat zelf meegemaakt? Soortgelijk eigenlijk. Soortgelijk, ja. Ja, ik mag niet naar boven. Ik mag niet eens. Nu zijn ze al benen dan, maar... En de man die filmt het. Stel. Ik ben lui. Ah, je schreeuwt heel hard. Doe normaal, man. Jullie komen een kind wegnemen. Jullie zijn niet goed snik. Nou, dit is nog maar één voorbeeld. Kijk goed op internet. Er staat nog veel of zo meer op. En op welke gronden dan? Wordt dat ons ook duidelijk gemaakt? Maar waarom wordt er met hem niet gesproken? Echt een stel. Met die vader? Dat is hier ook niet. Maar... Dan komen die kleine ophalen en dat moet maar gebeuren. Kijk, mijn vriendin zit gewoon boven naakt, hè. In bad zat ze in het zee dat te doen, gezellig. En nu komen ze haar weghalen voor niks. Voor niks, man. Gewoon. Voor niks. Afscheid nemen. Afscheid nemen, man. Ik kan dit zo echt. Kan niet. Hm? Hoe heet kind? Kind helemaal overstuur. Kind is bijna een jaar oud. Ze zijn echt gestoord. Kijk, doei Jada, is de laatste keer dat ik jou hoor. Maar ze heeft geen kind gedaan. Ja, moet je opletten. En dit zijn allemaal die gemeene mensen hier zo. Gemeene mensen, die komen haar wegnemen. Kom hier, ze heeft van de kapstok afgetrokken. Na kind. Ik wil het wel hebben. Ga naar boven, hoor. Jongens, kom naar boven, hoor. Hey, doe eens normaal, mijn vriendin, alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, doe normaal. Alsjeblieft, doe normaal. Alsjeblieft. Ik film het. Ik film het. Zal ik gaan naar de groep? Je bent live. Ik mag mijn kindje in het bad aan het doen. Mijn kindje. Ik mag niet eens de tijd om mijn kind, zeg maar, even de shampoo uit te doen. Hij is genoeg. Hij is op een punt begonnen dat ze hebben gezegd van het gaat niet goed. Ja, valse meldingen. Valse meldingen. Valse meldingen. Ja, maar ik heb volgens mij gezien dat ze afgelopen maandag een bezoek gemaakt hebben hierheen. Wie? Ja, toen was jij niet thuis. Wie dan? En toen? Ik dacht toen al, was het niks. Hoor je wat de politieagent nou zegt? De Raad van Kinderbescherming was bij de moeder thuis geweest. De week, nog voor. Nog voor, dus dat ze die kleine uit huis plaatste. En heeft zelfs de Raad van Kinderbescherming gezegd van dat alles koek en ei was. Dat er niks aan de hand was, er tenminste geen reden was om een kind uit huis te plaatsen. En een paar dagen later wordt een kind uit huis geplaatst. Ja, en dat hebben wij dus ook gehad. Ja. En jij hebt het een paar keer meegemaakt. Als je nog push. If you have to push, you are allowed to push. Yeah, push a bit, push. Until Sylvia says stop. Yeah. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Just push, put the belly, the head on. As you can. Yeah, push, 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 push. Oh, 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 oh. Push a bit further. Push. Push a bit further. Oh, wait, oh, wait, oh, wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Don't push, don't push, don't push, don't push. You dropped my leg. Look at me. No. Take the child. Here it comes, a beautiful. Mommy! Beautiful girl. I love you so much. You'll be a great child. You'll be a blessing to your generation. My words. My everything.
She's beautiful. Yes. So adorable. Where met her? Yes. Where met her? Nee, ze bellen gewoon niet terug. Ze zijn onbereikbaar. En dat is wel... Hallo, dit is een voicemail van de Williams-Sikker-bescherming. Een dag met Sylvie van Kospot, verloskundige bij de familie Grower. Kunt u even terugbellen? Ik ben 24/7 bereikbaar. Dank u wel. Inmiddels zijn we hoeveel weken verder? 4? Hoe lang zijn de kindjes 3? Al weg? Van 2 juni. 2 juni, dat is 3 weken. Ja, vandaag 3 weken. Ja. Vandaag 3 weken. 5, ja, van 3 weken. Hoe vaak zag jij Rouhani dan? 1 keer per week ongeveer. Ja, en dan ging ik boekjes met te lezen en met te spelen en proberen het Nederlands te stimuleren. Ik heb nooit zo'n probleem gezien, eerlijk gezegd. Ook niet thuis. Nee. Nee. Ik snap het ook niet, want... Wij hebben ook zorgoverleg gehad. En daar is nooit iets gezegd over deze situatie thuis. Die wat nu blijkbaar opeens heel erg onveilig is. Dus dat is best wel gek. Iedereen was daarbij, het is allemaal heel open. En nu is het opeens in verband met privacy, kunnen wij helemaal niet zeggen. Maar dan ook echt helemaal niets. Ik maak me zorgen over de toekomst van haar. Wat dit allemaal met haar gaat doen. En er vormt zich hier natuurlijk weer een dossier. Er staan zo ontzettend veel onwaarheden in. Zodra de begeleiding wegvalt, is het acuut onveilig. Ja, dat is niet zo, Tarlok. Die gaat al jaren alleen met Rouhani op stap. Maar basale verzorging is nu weer goed. Het is adequaat. Emotionele warmte en ondersteuning is adequaat. En dan staat er, zijn de aanwijzingen voor bedreigend handelen of nalaten van de ouders veel? Ja. Ik begrijp er echt werkelijk geen ene malle moer van. Er is ook nergens een toelichting bij, dus je kunt er ook helemaal niks van bakken van deze... En dan zijn er kindsignalen die kunnen wijzen op kindermishandeling enkele. Zo. Het is zo uit de lucht. En ook wat houdt die mishandeling dan in? Ik heb geen idee. Wat bedoelen ze daarmee? Maar als ik dit allemaal zo lees, ja, dan heb ik er een heel hard hoofd in. Echt waar? En ik wil niet pessimistisch zijn. Maar ja, ik heb al te veel meegemaakt. Misschien zit ik ernaast. Laat ik er alsjeblieft helemaal naast hopen. Zitten. Dit keer. Aan de advocaat, op uw verzoek hierbij mijn reactie op de rapportages. Het valt mij op hoe persoonlijke indrukken als feiten worden gepresenteerd. Dat het huis klein was en de kinderen op de kamer van de ouders sliepen, was bijvoorbeeld een van de zwaarwegende redenen om het gezin in een instelling te plaatsen. Terwijl in de Afghaanse cultuur je jonge kind in een aparte slaapkamer laten slapen als iets barbaars wordt gezien. Ook zou de moeder door haar lichamelijke beperking de veiligheid van haar kinderen in gevaar brengen. Maar zij is juist behendig en sterk en heeft de afgelopen jaren goed voor hun oudste dochtertje kunnen zorgen. Daarnaast vraag ik me af hoe het spreken van te weinig Nederlands of een vlucht uit Afghanistan mede grond kan zijn voor zo'n drastische maatregel. Je bent nu weer zwanger, dus je komt weer terug met een zwangerschap. Ja, wel spannend. Ik probeer natuurlijk wel ervan te genieten van dit. Maar het is eigenlijk ook wel weer spannend. Ja.
Ja, dan zit je wel met een tweestrijd van laat je het weghalen, hou je het. Maar ja, ik ben er ook niet zo voorstander van om het weg te laten halen. Of, Nee, maar dat kan ook niet als het te laat is, hè? Als je erachter komt. Dus ja, en dan ga je weer met de gedachte van, ja, maar ja, wat is dan het beste om dan naar het kind, nou ja, hè? Nou ja, om dan te bevallen. Een beetje grof gezegd, dan denk je erover van, nou ja, om het kind dan maar uit te scheiden en dan bij iemand anders te plaatsen en die bijvoorbeeld de zorg van het kind neemt, zodat ze het bij mij niet weg kunnen halen. Weet je, zulke dingen ga je daar gewoon mee in je hoofd. Oh, je gaat de oplossingen zoeken om te kijken bij wie je het kind kan onderbrengen. Dat je bijvoorbeeld je dan op gaat geven als draagmoeder bijvoorbeeld, of weet ik wat, weet je wel. In plaats dat je dan de zelf van, ja, weet je, de zelf zorg voor zorgt of zelf ervan gaat, kan genieten en dergelijke. Omdat je toch eigenlijk al wel bij voorbaat weet van wat hun van plan zijn en wat hun gaan doen. Mm-hmm. Ja, dus je gaat je in allerlei scenario's ga je bedenken om, yep, om het te redden. Ja. Ik moet dit melden. Dat moet ik wel. Met jullie. Ja. Maar onderduiken heeft geen zin. Nee, dat weet ik. Dat heeft geen zin. Nee. Dat kan niet. En misschien. Ja, kijk, ik kan het wel stilhouden om geen melding te maken. Maar ja, als dat, of je nou wel of geen melding maken en ze krijgen er toch al lucht van in principe, dan kan ik wel eigenlijk wel inpakken, want dan weet ik al wel hoe laat het is. Nee, maar dan ga je voorbij aan het feit dat er een hoger beroep gedaan is. Ja, maar dat maakt hun niks uit. Dat is het hele probleem. Dat maakt hun totaal niks uit of er nou een hoger beroep is of niet. Zij volgen. Ja, dat is jouw ervaring. Dat is jullie ervaring. Ja, zo gaan hun te werk. Dat is het hele probleem. Mm-hmm. Het is echt een mega dilemma. Ja. Maar als je je in mijn positie verplaatst, waarbij ik verplicht ben min of meer, hè, om melding, ja, te doen. Ja, ik zat ook in een dilemma zitten natuurlijk, weet je. Kijk, ja, maar hoe denk je dat daar een oplossing? Wat voor oplossing? Hoe zou jij dat doen? Ja. Kijk, een OTS wordt uitgesproken in een uithuisplaatsing. Maar artikel 255, dat doe ik even een beetje geleerd, maar dat is niet de bedoeling hoor. Maar dat zegt, dat mag alleen als het kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Hè? 2, als de ouders geen hulp willen accepteren. En 3, als het perspectief is dat de ouders op termijn weer opvoeder kunnen zijn. Dus als die uitspraak nu geweest is, dat, ook met uithuisplaatsing, dan betekent dat dat het artikel wordt gebruikt, dat de rechter heeft gezegd, jullie zijn op termijn, binnen aanvaardbare termijn, weer goede opvoeders. Dat heeft de rechter dus gezegd. Dan hoort daarbij een plan van aanpak, waarin staat op welke wijze dat kind zo snel mogelijk terugkomt naar huis. Nou, en ik denk dat het daar dus fout gaat. Maar ze kunnen dat plan niet schrijven, want er is geen probleem. Nee. Dat is het grote probleem met dit. Niemand kan dat plan schrijven. Ik zou het ook niet kunnen schrijven. Dus jij. Want ik weet niet wat jullie probleem is. Het ging goed. Ja. De rechters moeten in de beschikking opnemen. Waardoor wordt dat kind nou concreet bedreigd? Ja, door niks. Dat staat ook dus niet in de beschikking. Dus maar de rechter overtreedt de wet nu, hè, met deze beschikkingen. Houdt zich niet aan de wet. Want die concrete bedreigingen, dat is natuurlijk de basis, zeg maar, voor mijn plan van aanpak.
als ik constateer, vastgesteld heb... Geert heeft onvoldoende opvoedingsvaardigheden en die zou dit en dit moeten leren... stel dat het zo concreet zou kunnen zijn... dan staat er dus in het plan van aanpak hoe die dat gaat leren... wanneer die dat gaat leren, door wie hem dat wordt geleerd. Dat staat er allemaal in en op datum en op week zelfs dat het klaar is. En als het onvoldoende duidelijk is, dan moet de rechter heel scherp in de zitting zeggen... Hey, meneer of mevrouw de raadsmedewerker, leg mij nou eens uit. Wat heeft u nou precies vastgesteld? Hoe vaak is dat gebeurd? Ik zie ook voorbij gaan dat Geert een biertje pakt uit het... Ja, dan is hij gelijk alcoholist. Ja, dat staat er dus in. Dus hij moet bewijzen dat hij niet alcoholist dat soort, is. Dat soort flauwekul zie je hier dus in dit dossier terugkomen. Erger nog, er wordt gezegd... Nou, eigenlijk is er niks aan de hand. Nee, maar op basis van het zou kunnen, gezien het verleden... dat in de toekomst... Ja. Maar goed, dat hoort een rechter gewoon van tafel te vegen. Ja, maar dat gebeurt, dus niet. Wat kunnen ze nou doen? Ja, Geert, in de Geert heeft als een gek gewerkt... om al die rechtszaken maar te kunnen financieren. De fout die veel ouders maken... is dat je je gaat verdedigen. Mm-hmm. En de truc is niet je verdedigen. De truc is... Gesprek aangaan, ja. Nee, hele goede... vragen stellen aan ze, schriftelijk, allemaal met bewijs. Dat je het kunt bewijzen dat die vragen gesteld zijn. Aan de gezinsvoogd, aan de leidinggevende, desnoods aan het bestuur. Dat ga ik ook, wil ik best voor jullie doen, hoor, dit soort dingen. En die vragen die zullen ertoe leiden dat ze niet beantwoord kunnen worden. Nee. En dat is de zichtbaarmaking van het feit dat ze fout zitten. Dus, en dat is een strategie die ontzettend goed werkt. Alleen heel veel mensen gaan in de verdediging. Ja. En dat is precies waar je het verliest. Daar verlies je het altijd. Van, die mevrouw heeft een biertje gezien. Hoe vaak heeft ze dat gezien? Hoeveel bier was het? Hoeveel liter? Dat hebben ze nog niet gezien. In welke context was dat? Was het een verjaardag of zo? Wanneer was dat precies? Als je die vragen stelt aan die raadsmeneer, weet hij het antwoord niet. Nee. Dus als je op die manier een rapport beetpakt, dan blijft er vaak helemaal niks over. Nee. En dan kunnen we naar de terugrechter. Wat kan je doen, hè? Als verloskundige? Kan ik dan gewoon dat maar laten gebeuren? Ja. Ik kan er toch niks aan doen. Maar ja, als je dan nou gewoon naar de eed kijkt die je aflegt... die voor mij toch wel echt een moment is waar je conformeert. Dat doe je niet zomaar. Nee, dat moederschap... dat is een hele diepe oerwens van de vrouw. En dat hebben deze kwetsbaren ook. Ja. Maar hun kind wordt weggenomen, dan is er maar één oplossing. Dan ga ik het met een volgend kind nog een keer proberen. Ja, ja. Wordt dat kind weggenomen en dan kunnen wij wel op een stoel gaan zitten van... nou, weet je... jij gaat linksaf, want de maatschappij gaat rechtsaf. We maken een oordeel. Hè? Je mag participeren in onze samenleving, maar tot hier. Hè? Maar daarvoor zijn we niet op aarde. Die vrouwen komen bij mij binnen in mijn spreekkamer. En dan moet ik eigenlijk gaan afvinken. En dan meteen hangt daar natuurlijk het ornogrammetje aan. En dat protocol, dan moet ik ze melden. Ja. Maar... dat wil ik wel doen, maar wat gebeurt er dan? Kort samenvat is het gewoon, jij gaat dat niet melden... omdat je dat moet melden bij een onbetrouwbare instantie. Dat is zo simpel. Nee. Een onbekwame instantie. Ja, dat zeg je eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk. Daar heb je gelijk in. Dat hebben ze ook goed bewezen de afgelopen 20 jaar, 30 jaar. Als je uithuisplaatsingen ziet, in Nederland... op de zoveel miljoen 420, vergeleken met Denemarken, 5. Europese Hof heeft uitgesproken dat uithuisplaatsing kindermishandeling is. Wij gaan er gewoon mee door. Het is een uiterste maatregel, hè? Zie jij hier een enige aanleiding tot een uiterste maatregeling van kinderen van uithuisplaatsing? Nee, echt. Er is er helemaal niks. Nee, is niks. Dit is schandalig. Het is echt schandalig. Het is helemaal niks. En ik vind dat je als verloskundige zeker moet blijven signaleren. Hoe gaat het met jou? Gaat het goed? Ja? Bolo, baby. Niederlijn bolo. Wat? Het niet daar gieken, maar laat ik moet zo kalen. Wat zegt ze? Het niet daar gieken, maar laat ik moet zo kalen. Hoe heb je het gehad, die weken?
Ja, soms goed, soms niet goed. Slaapt ze goed? Dan haar niet alleen in kamer slapen. Ja. Deze banken. Oh, ze dan naar is... mensen komen dan naar jou pakken. Oh, ze is bang dat ze weer opgehaald wordt naar de mensen toe. Ja. Oh, joh. Ik kom jou niet halen, hè? Dat gaat niet meer gebeuren, lieverd. Echt niet. Ken je met dief niet, hè? Ben ik jou geluisterd en naar Bani geluisterd? En jij hebt me nog geholpen. Kan je nog herinneren? Nee. Zo lekker bij mama liggen. Nee, papa is er ook wel, hoor. Mooi, en hoe was het daar? Ja, ze zijn natuurlijk heel erg blij, hè, dat... hoe het gegaan is. Ja. Ja, dat mag ook wel. Ze is supergoed gedaan. Ja, ze is prachtig bevallen. Ja, je ziet aan haar gewoon niet dat ze baart, maar... ja, ze kan het snel en dat blijkt wel. Heel beheers. En ze hadden alles zo goed geregeld. Alles stond klaar. Mooi, hè? Petje af. Ja, ja, ze lag heel rustig op dat bed. En gewoon super. Geert is natuurlijk erg waakzaam. Ja. Toen ik aankwam, toen zei hij ook meteen, ik hoor iets buiten. Ik denk, wat hoort hij dan? Maar hij is aan het opletten of er geen mensen voor de deur komen, onverwacht. Hij heeft overal camera's opgehangen. Hij heeft allemaal links naar de social media van als ze binnenkomen vallen. Angelique vertelt dat ze niet naar buiten gaat met de baby. Nee, omdat ze bang is dat de baby uit de kinderwagen geplukt wordt. Dat is zo erg. Ze moet onderduiken, haast. Haast, dat ga je ermee creëren, hè? Het is een veilig land, een sociaal stelsel zou zo goed moeten zijn. Nou, ik geloof er helemaal niets meer van. Nee. Ik ben helemaal klaar met dit soort instanties. Hoe gaan we dat doen met die melding? Nou ja, weet je, die huisarts moet ik op de hoogte stellen van de bevalling natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat wilde ik sowieso gaan doen. En verder, ik denk niet dat we heel veel moeten melden. Niet? Nee, waarom? Ik zie geen aanleiding, hoor. Bij die bevalling niet. En de eerste uur was prima. Nee. Nou, jij bent er nu. Jij ziet ook niet iets, denk ik, dat je denkt van we moeten melden. Nee. Ik zie geen tekenen van verwaarlozing of andere rare dingen. Helemaal niks. En, dus we kunnen het ook gewoon laten. We kunnen gewoon zeggen, we gaan hier verder geen niet ingewikkeld over doen. Nee. Nul. Because the Bible said, it's a law, children are an inheritance of the Lord, and the fruit of the womb is his reward, which is God reward us with children. So I love the chapter very much, so that is why I'm placing it here for her. Thank you.